nu zo kijkt naar die open dag. Het is lekker druk inderdaad, zoals je zegt, dat je wel een beetje met trots daar ook naar kijkt. Ja, nee, tuurlijk. Dat is zeker zo. Ik vind het altijd allemaal heel mooi. Toen ik hier vanmorgen op het sportcomplex aankwam, rond een uurtje of 9:45, stond het parkeerterrein al behoorlijk vol. Kom je het sportcomplex oplopen, zie je al die kinderen staan die weer gaan beginnen aan hun eerste training. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ja, als voorzitter, dan ben ik best wel even trots op zo'n moment, zeker. Waar staan we hier eigenlijk in? Want dat hebben er niet veel verenigingen. Nee, we staan hier in het bakje. En zoals je ziet, kun je hier van alles kopen. Koffie, frisdrank, maar ook een broodje worst, broodjebal, noem alles maar op, jongen. Deze open dag is denk ik met name ook bedoeld om jullie jezelf als club te presenteren aan de bevolking van Werkendam, van Altena. Ja, dat klopt. Daar gebruiken we die dag voor. Het is eigenlijk een soort familiedag. Hè. Dus enerzijds is het de opstart van het seizoen. Dus een leuke familiedag voor al onze leden met hun ouders. En daarnaast presenteren we ons natuurlijk aan het publiek, aan de regio. En iedereen eigenlijk die belangstelling heeft voor de club is op zo'n dag van harte welkom bij ons. Nou zie ik achter hier ook heel veel sjaals en dergelijke hangen. De supportersvereniging is ook min of meer verantwoordelijk voor de merchandising. Hebben jullie dat veel bij Kozakken Boys? Naar mijn mening wel. Die hebben we heel veel, ja. Kijk, hier op de achtergrond zie je natuurlijk heel veel sjaals van de wedstrijden, de grote wedstrijden die we de laatste tijd ook gehad hebben. Met Ajax, AZ, noem ze allemaal maar op. Maar we hebben natuurlijk aan het begin van het complex, bij de ingang, hebben we nu een stand staan. En daar verkopen we de sjaals, daar kopen we het nieuwe uitshirt van Kozakken Boys. De sjaals, de bekers, broodtrommels, slapjes voor baby's, rompertjes. Ja, noem alles maar op. We hebben nieuwe mini-dressjes, nieuwe stickers. Er komen in de loop van de tijd nieuwe caps, dus daar zijn we allemaal druk mee. Wat is je hoop voor het komend seizoen? Laat ik het zo even omschrijven. Ja, we hopen dat we wederom in de top 5 kunnen spelen. Dat doen we natuurlijk al een aantal jaartjes. En verleden jaar hebben we natuurlijk ook weer een topjaar gehad. Tweede achter Jonge AZ. Dat was eigenlijk een ploeg die was voor iedereen gewoon veel te sterk. Dus we hopen weer de top 5 mee te kunnen doen. Wat gaat het seizoen 2017-2018 voor jullie brengen? Ja, dat zal de tijd natuurlijk leren. Ik heb geen grote glazen bol. Maar we willen natuurlijk toch wel weer een gooi doen naar de topposities op de ranglijst. En daar mikken we toch wel een beetje op de top 5, top 6. Dat is wel wat we willen bereiken. Je weet het nooit. Het is een competitie die heel erg sterk is. Dat hebben we vorig jaar wel gezien. Wij verwachten zelfs dat het dit jaar nog wat sterker zal zijn, de competitie. Dus ja, vanuit die optiek gezien wordt het niet makkelijk. Want als je 2 wedstrijden verliest, dan sta je zomaar weer 6 punten achter. Kun je weer een paar plaatsen op de ranglijst kelderen. Maar goed, wij denken met onze selectie dat we in elk geval wel weer bovenaan in het linkerrijtje mee moeten kunnen doen. Wat ook een min of meer een fenomeen bij de boys is de uitwedstrijden. Er gaat altijd een bus mee. Zit hij dit seizoen weer vol? We gaan weer de goede kant op, ja. We gaan alweer richting de 50 seizoenkaarten. En daar zijn we nog niet in uitgegroeid. Dus als mensen daar voor in willen schrijven, dan kan dat ook vandaag bij de stand. Betreft de selectie hebben jullie het eigenlijk ook al goed voor elkaar, want het is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ik denk dat dat het sterke punt is ook van de laatste jaren. Dat we doorselecteren wat we doen. Dat doen we niet met 10 spelers tegelijk. Hè. Dus zodat je weer een hele nieuwe selectie opnieuw moet beginnen. We hebben, ik denk, 95% van de selectie is intact gebleven. Er zijn wat jongens doorgestroomd erbij van de jeugd. Wel 2 nieuwe keepers. Maar verder zijn we inderdaad heel erg stabiel. En dat is denk ik wel een voordeel. Omdat de ploeg behoorlijk ingespeeld is al. Dat kun je ook wel zien. Aan elkaar gewend is. Weet wat we aan elkaar hebben. En we zijn weer een jaar verder. Dus hopelijk weer wat beter. Lig je dan niet eens wakker van? Dat je zegt van joh, ik heb eigenlijk een bepaald type speler nodig, maar gezien het budget technisch kunnen we niet heel hoog in de boom gaan zitten. Dat je zegt van joh, waar moet ik hem nou weer vandaan halen? Nou, hij is zeker niet wakker van, maar ik bedoel, het is wel eens jammer natuurlijk. Kijk, uiteindelijk zie je ook, als ik de jaren kijk die ik nu bij de club zit, elk jaar hebben wij wel 2 jongens kunnen halen. Hè. We hadden toen een keer Grot El Gouziri. We zijn toen weer vertrokken naar IJsselmeervogels. We hebben daarna hebben we een keer Paul El Kayati gehad. Dat waren ook 2 diepteversterkingen. Ja, verleden jaar hadden we Ignacio Van Nuland. Dat waren directe versterkingen. Nou, dit jaar moesten we gewoon wat terug in financiën. Je hebt bijna alle spelers kunnen behouden. Ja, de grootste kern is gebleven. We hebben geloof ik 5 nieuwe jongens. 5 jongens die weinig gevoetbald hebben vorig jaar of van een lager niveau. Oké, wel de jongens waar we vertrouwen in hebben. Alleen dat kan je wel terugzien in deze weken. Dat die jongens de tijd nodig hebben om te wennen aan ons niveau. Dat is logisch. En nogmaals, in een voorbereiding weet je nooit hoe je erop staat. Ik bedoel, vaak ben je geneigd om te zeggen, als eerste wedstrijd winnen heb je een goede voorbereiding gehad. En als je hem verliest, niet. Ik til daar niet aan. Wat voor mij belangrijk is dat wij vandaag, we zijn het seizoen begonnen met 21 veldspelers.
En alle 21 hebben vandaag minuten gemaakt. Dus dat is een teken dat ze fit zijn. En nu is de taak om fitter te worden en fit te blijven. En dan komt het niveau vanzelf. En wat er nu staat is dan ook deze accommodatie. Er zijn wel bouwactiviteiten al te zien. Ja, zoals je wellicht gezien hebt, zijn we al bezig met de bouw van kleedkamers, nieuwe kleedkamers. 4 grote kleedkamers komen erbij, toiletgroep komt erbij. We groeien als vereniging, dat is mooi met de jeugd, met het damesvoetbal, meisjesvoetbal. Dat gaat heel erg goed. Ja, en daarnaast hebben we ook plannen om het sponsorroom helemaal nieuw te bouwen op de tribune waar we nu staan. En dan ook tevens gelijk die tribune helemaal te vernieuwen. Je zat vanochtend al even te kijken bij de kinderpersconferentie. Toen werd er al gevraagd wat gaat er dit seizoen gebeuren. Toen waren er hele grote woorden. Ja, maar je moet ook grote woorden durven hebben. Je moet ook ambitieus zijn. Ik bedoel, ja, wat moet je dan zeggen? We gaan proberen 12e te worden. Nee, je moet proberen elke wedstrijd te winnen als je elke wedstrijd wil winnen. Met veel druk vooruit, met initiatief. Ja, dan probeer je zo hoog mogelijk te eindigen. En dan vaak in een seizoen kan je wel gaan kijken wat realistisch is. Op dit moment kan niemand zeggen wat realistisch is. Maar de ambities zijn hoog. Top 3, begreep ik? Mijn ambitie is dat ik de eerstvolgende wedstrijd wil winnen.